Een lening, de vaste lasten, boodschappen, onverwachte kosten. Hoe krijg je en hou je dat op de rit? Dit is de podcast over geld met Nico Zwaneveld en Ria Kosterlijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over geld. Ik ben Nico Zwaneveld. Ik ben Ria Kosterlijk. Dag Ria. Nico. Wij hebben een bijzondere aflevering, want we hebben een organisatie bij ons aan tafel. Dat heet het Platform Armoedebestrijding Heer Gewaard. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb pas sinds een jaar, twee jaar, weet ik van het bestaan van het platform. En het roept gelijk allerlei vragen. Aangezien wij een programma hebben over geld, dacht ik, het is een mooie gelegenheid om mensen uit te nodigen van het platform. En we hebben twee gasten. Ik zou willen beginnen. René, zou jij jezelf willen voorstellen? Jazeker, wil ik dat, Nico. Goedemorgen. René Schuiler is mijn naam. Ik ben sinds een jaar bestuurslid van schuldhulpmaatje Heer Gewaard. En vanuit betrokkenheid, vanuit de behoefte om mensen te helpen, daarmee bezig. Ja, ik hoor je zeggen schuldhulpmaatje Heer Gewaard. En hoe is dat gekoppeld aan het platform? Ja, dat moet Loes me even beter vertellen, want Oké, nou dan komen we gelijk bij de tweede gast. En dit is via de telefoon. Zou jij jezelf willen voorstellen, Loes? Ja, ik ben Loes Veldman en sinds 2016 bestuurslid van Platform Armoedebestrijding Heer Gewaard. Officiële naam is overigens Stichting Platform Armoedebestrijding Heer Gewaard. En dat is een paraplu-organisatie voor onder andere schuldhulpmaatje. En ik snap René zijn ding. Schuldhulpmaatje is onze core business eigenlijk binnen het platform. Oké, maar het platform doet nog veel meer. Maar ik wil voor de luisteraars even verduidelijken waarom je aan de telefoon zit. Ik heb begrepen dat er iemand in jouw directe omgeving positief is getest. En we houden hier allemaal van veiligheid boven alles. En dat is de reden dat je nu via de telefoon deelneemt. Ja, dat klopt, ja. Ja, ik heb goed begrepen. Nou, goed. Nou heb ik goed geluisterd. Nou, we kennen allemaal het spreekwoord onbekend maakt onbemind. En dat is ook een beetje het gevoel wat ik oorspronkelijk had met de Stichting Platform Armoedebestrijding Heer Gewaard. Wat merkt de inwoner nou van Heer Gewaard en Langedijk van het bestaan van deze platform? Nou, dat is een goede vraag. En het antwoord, dat is niet zo eenduidig, denk ik, eigenlijk. Het platform is oorspronkelijk opgericht in ergens in de jaren 90 met als doel om armoede bespreekbaar te maken bij de politiek. Okay. En om juist via de politiek te bewerken dat er aandacht is voor armoedebestrijding in Nederland. Dus dat is eigenlijk de beginopzet geweest van het platform. In de loop der jaren zijn daar wat verschuivingen in geweest, omdat er inmiddels natuurlijk ook cliëntenraden zijn bij de diverse gemeentes, die zich daar ook over buigen. Daarnaast neemt het kerkbezoek af. Dus zijn de mensen vanuit de kerken ook wat minder bereikbaar geworden. Dus wij zijn doende met een andere strategie. En om via een andere strategie, en vooral in contacten met medeorganisaties, ons wat meer bekendheid te geven. Niet alleen platform, maar tegelijkertijd natuurlijk ook schuldhulpmaatje. Ja, ik hoor je zeggen kerken en omeens komt ook de associatie met kerken. Want ook op de website zie ik allerlei kerkelijke organisaties genoemd worden. Hoe zit dat? Hoe is de link tussen het platform, als ik het even zo mag noemen, en kerken en de rest van de maatschappij? Op dit moment zijn het vooral de kerken die deelnemen binnen het platform. Zij maken ook met elkaar het noodfonds, vullen zij, zeg maar. Waardoor het platform het noodfonds kan beheren. En daar waar nodig, kunnen we wat gelden verstrekken. Nou ben ik zelf even de weg kwijt, hoor, overigens. Wat ik nog wilde zeggen. Oké, maar daar komen we zo meteen weer op terug. Dat is geen vaste agenda. Maar ik hoor je wel spreken over noodfonds. En denk ik van ja, als ik zo kijk naar de maatschappij om ons heen, de nood is hoog. En ik zit gelijk te denken aan mensen die getroffen worden door faillissementen van energiemaatschappijen. Dat hakt erin. En dan denk ik van, goh, is zo'n noodfonds daarvoor te gebruiken? Even een voorbeeld. Er zijn nogal wat mensen die het moeten doen met een minimuminkomen. Die hebben 10 maanden lang hebben ze hun voorschotten betaald aan een
aan een Welkom Energie of een andere energiemaatschappij. Dus dat, ze hebben al €1700 hebben ze al aan voorschotten betaald. Bedrijf is failliet. Nu moeten ze energie weer terug inkopen tegen nog hogere tarief. Dus we praten over een groep mensen die misschien wel €4,000-5,000 achteruit gaan. Maar ze hebben een minimuminkomen. Dus niet of nauwelijks enige afloscapaciteit. Dus zijn dit mensen die nu kunnen aankloppen en een beroep doen op zo'n noodfonds? Of hoe moet ik dat zien? Nou, ik denk dat je daarin wat te optimistisch bent. Want je begint nu over bedragen van €5,000. Laten we zeggen dat het noodfonds niet zo'n hoge post heeft. Wij moeten het doen met een zeer bescheiden hoeveelheid gelden. En het heet niet voor niks noodfonds. In Alkmaar noemen ze het ook wel eens het broodfonds. Want in Alkmaar hebben we een soort zusterorganisatie, zou je kunnen zeggen. En daarin wordt echt voor mensen die nou zeg maar weekendboodschappen moeten doen en het echt niet meer hebben, daar is het noodfonds eigenlijk voor. Dus het is echt voor het opvullen van een paar gaten. Als ik het goed begrijp, Loes, dan tik je bijna tegen de voedselbank aan. Want die springt daar ook in. Dat is alleen wekelijks natuurlijk. En dit zal wat meer structureel zijn in zoverre totdat iemand weer een beetje op de rit is. Maar ja, dat precies. Is vanzelf de instelling. En, Maar bijvoorbeeld ook, laatst hebben we ook een gezin geholpen met een wasmachine. Ja. Dat is net zo'n probleem, hè? Dat soort bedragen kun je dus wel... Eigenlijk de nood om je dagelijkse leven voor te leven. Ja, op de rit te halen, ja. Maar voor wie is dan zo'n noodfonds? Is dat voor... Want, omdat ik hoor, het zijn kerkelijke organisaties die geld erin stoppen. Is het dan alleen mensen met een christelijke achtergrond die daar een beroep op kunnen doen? Of is het voor wie is dit? Van een kerk, ja. Nee. Het is echt voor iedereen die het nodig heeft. Die mag een beroep op ons doen. En dat gebeurt, ja. Wat de werkwijze van ons is overigens, dat het meestal een organisatie is die ons kent. En die zegt van wij hebben hier iemand en die heeft eigenlijk wat nodig. Die gaan in overleg met de mensen die bij ons het noodfonds beheren. Ja. Zij zorgen dat via de organisatie dat het naar de mensen toe komt. Dus eigenlijk hebben we zelf niet eens contact met de mensen zelf. Nee, maar je moet wel als mens die in nood zit, dus ergens wel weer die link met een kerk of met een organisatie hebben. Want als je nergens aan doet en niemand weet dat je in de problemen zit, dan kom je daar niet mee weg. Dan kom je ook niet in contact met deze organisatie. Ja, dat is altijd het grote probleem natuurlijk. Hè? Van hoe bereik je de mensen die... Want daar staan we als schuldhulpmaatje ook voor. En ook als platform armoedebestrijding. Ja, hoe bereik je nou de mensen die het echt nodig hebben? Ja. Want juist die zijn voor ons niet zichtbaar. Ja. Nee, maar dit lijkt me nog lastiger weer dan een schuldhulpmaatje. En... Ik wil de luisteraars even verrassen, want we hebben nog iemand aan tafel zitten. Nog in de ruimte zitten naar aanleiding van de vorige opname. En die geeft aan dat hij ook hier iets over wil zeggen. Henk Hiemstra hebben we hier ook aan tafel. Die herkennen jullie van vorige week. Henk, jij wil ook wat zeggen. Ja, zeker. Ik luister natuurlijk. En het is zo dat wij onze hulpvragers... wij komen namelijk de vragen tegen van onze hulpvragers, waarbij we een beroep gaan doen op het noodfonds. Ja. René zei daarnet al, het een van de laatste voorbeelden was iemand die waar de wasmachine stuk gegaan was en geen centen om iets. En dan hebben wij een mogelijkheid om bij een adres een goedkopere wasmachine te kunnen kopen. Maar dat, dan heb je het wel over bedragen van dat kan wel tot €200 gaan. Ja. Maar dus, en ik heb het zelf een aantal keren meegemaakt dat mensen letterlijk geen geld hebben om boodschappen te doen in het weekend. Ja. Meestal gebeurt het op vrijdag, dit soort zaken. En het mooie is dan ook, dan heb je dan er zijn korte lijnen. Mm-hmm. Binnen een uur is het geregeld. Okay. Er is een vraag, er is een noodvraag. Mm-hmm. Er is één telefoontje naar degene die het noodfonds doet, beheert, zeg maar. En er is binnen een uur is het beslist. En dan betekent dat
jij of iemand anders van dit platform of van deze met die mensen boodschappen gaat doen? Nee. Of krijgen ze, ik noem maar iets, 100 euro en zeggen van nou lieve mensen, red je even deze week met die 100 euro. Precies. En, okay. En de wasmachine wordt via een bekend adres geleverd. Dat begrijp ik van die wasmachine sowieso, want dan hebben jullie andere ingangen natuurlijk. Maar met die boodschappen, dat ze krijgen gewoon dan cash. Ja. En ze mogen zelf boodschappen doen. Ja. Dus er is geen controle dat ze voor 50 euro boodschappen doen en die andere 50 euro oproken. Want natuurlijk, daar zou ik dus heel... Natuurlijk doen we een goede inschatting. Hè. We gaan we doen het als we de zaak voldoende vertrouwen. Want dan ben ik advocaat van de duivel. Hè, want dan we kennen onze hulpvragen natuurlijk ook. Hè. Dus dat zit goed. Maar is het noodfonds dan voor mensen die via Schuldhulpmaatje aankomen? Of met welke andere organisaties werken jullie dan samen? Met Herengewaard. Dat is de welzijnsorganisatie binnen Herengewaard. En die is eigenlijk het meest bekend ook in Herengewaard. En daar krijgen we regelmatig aanvragen van. Oké. En die burgemeester en die wethouder, waar stappen die erin? Wat hebben jullie daaraan als platform? Nou, dat was voorheen was dat een wat groter item dan de laatste tijd. Maar wat we zeker doen, is nu in overleg met de politiek toch van hoe kunnen jullie armoede wat meer op de agenda zetten? Hoe kunnen we samen met de gemeente toch de mensen bewegen? Want dat kunnen we eigenlijk niet alleen, hè? Daar hebben we andere organisaties ook bij nodig. Mm-hmm. Onder andere Humanitas hebben we daar ook bij nodig. Want dat is natuurlijk ook zo'n instelling. Cirkel is weer bijna rond, inderdaad. Ja, precies. Ja. En we moeten samen met de politiek, en of dat nou raadslieden zijn of wethouders zijn, we moeten actie ondernemen waardoor we die mensen kunnen bereiken op de een of andere manier. Ja. Daar is de overheid natuurlijk al enigszins mee bezig met die vroegsignalering. Maar dat zet op dit moment nog geen echte zoden aan de dijk. We komen toch nog niet onder dat level van daar waar het echt nodig is. We komen eigenlijk altijd te laat, hè? Ja, die mensen verschuilen zich. Ja, sorry Loes. Ja, die verschuilen zich. Ja. Ja. Ja, ik heb het vorige week ook gezegd. Ook de privacywet zit hier natuurlijk ons in de weg. De gemeente mag ons niet zomaar de adressen geven. Die zouden veel meer de potentiële gevallen naar ons door kunnen schuiven. Door moeten schuiven. Luister, hè, advies is, neem contact op met... Maar een van die twee. Ja. Dus de privacywet zit ons wel een beetje in de weg, ja. Maar goed, een gemeente kan wel met jullie overleggen van... hoe kijken jullie aan tegen de effectiviteit van bepaalde maatregelen... die we hier hebben genomen voor armoedebestrijding. Maar doet de gemeente dat ook? Dus weten ze jullie het nog te vinden? Nou, ze komen nooit uit zichzelf. Wij moeten altijd de boer op, zeg maar. Ja. En dan is er op zich altijd een goed gesprek en een goed contact... Dat is verder het punt niet. Maar wat er verder gebeurt in de politiek... daar hebben we dan uiteindelijk weer geen invloed op. Nee. Maar heb je wel zicht op dat die gesprekken... wel enigszins invloed hebben gehad? Of is het gewoon praten tegen een muur en ze doen maar? Nou, nee. Zo die indruk heb ik niet van ze doen. Maar ik besef wel dat er is altijd een goede wil. En men wil het ook allemaal. Maar of het uiteindelijk zo in de praktijk naar voren komt... Kijk, we zijn natuurlijk een jaar of... eigenlijk zie je dat overal terug. En niet alleen voor het platform, maar in het algemeen. De wil is er, maar om het uiteindelijke doel te bereiken... daar gaat nog wel wat tijd overheen, denk ik zomaar. Ja, dat zijn dan... Het niet zomaar gemaakt. Nee, vooral in de politiek heb je natuurlijk dat er toch... regelmatig mensen zijn die... niet zo blij zijn met wat Jantje heeft gedaan... dus Pietje breekt het weer af, of als je pech hebt... Of allemaal hun plasje daarover moeten doen... omdat ze toch ook die naam van zichzelf vermeld willen hebben... in de annalen. Ja. En dat maakt het ook heel moeilijk natuurlijk. Hè? Ja. Het is niet zo van... ik werk met hem en fijn... Ja. maar over 3 of 4 jaar dan is het weer klaar. En dat is voor jullie organisaties... überhaupt, hè, denk ik, heel moeilijk. Ja. Nou ja, vandaar dat we nu natuurlijk ook wel halfbreed een beetje bezig zijn... om alle organisaties die er zijn op het gebied van vrijwilligerswerk... Ja. wat wij natuurlijk zijn, om dat te bundelen... waardoor het voor mensen makkelijker gaat worden om
nou ja, een keuze te maken uit het palet wat er eigenlijk allemaal is. Ja. Want als je bekijkt hoe breed wat er allemaal is. Waardoor mensen door de bomen het bos ook niet meer zien. En zie dan maar eens precies het goede te vinden, zeg maar. Ja, ja, eigenlijk dat zou er één... een uitdaging. Ja, er zou gewoon één punt moeten komen waar we kunnen zeggen van... nou, daar stoppen we die schuldvraag, zeg maar, in. Hè, of die vraag om hulp. Ja, en daar wordt gecoördineerd van beter dit, beter dat, schuldhulpmaatje, platform, humanitas, noem maar op. Op zo'n precies, manier. Ja, precies. Ja, maar ja, want je weet het, hè, het voordeel van een vrijwilligersorganisatie is toch dat mensen niet bij de gemeente met de billen bloot hoeven. Ja, ja. Andere en dat kant kan is heel erg prettig zijn. Ja, maar je moet dan ook wel duidelijk het vertrouwen hebben. Want het is natuurlijk heel vervelend. En daar zullen jullie zeker op letten, hoor. Dat je niet toevallig een vrijwilliger stuurt naar iemand bij hem in de straat. Want dat zou wel heel erg vervelend zijn. Ja. Dat gaan we ook niet doen. Nee, dat zijn ook dingen waar je dus duidelijk op moet letten. Omdat iemand zich dan... Een ontwikkeling die we ook nog wel zien is... Het wordt ook soms, lijkt wel een soort businessmodel. Hè? Naast alle vrijwilligersorganisaties die er zijn, zie je ook allerlei budgetcoaches opstaan. Hè? Die ook de wereld gaan veroveren in die zin. Ja. Dus, ja, maar die kosten geld meestal. Precies, die kosten geld. Ja, precies. Ja. En alle onze organisaties is allemaal vrijwillig. Ja. En soms denken we wel eens, is dat feit dat we vrijwillig zijn, zou het ook niet eens in je nadeel kunnen werken? Hè? Van, oh, dat zijn mensen die het erbij doen. Maar we doen het allemaal met hart, ziel en passie, hoor. Ja. Allemaal. Wat is de deskundigheid die de gemeente niet heeft, wat jullie wel hebben en ook de reden zou moeten zijn dat de gemeente jullie vaker opzoekt? Ja, het platform is voor een heel groot deel schuldhulpmaatje. Hè? Dus ik heb af en toe de neiging om ook wat te zeggen in deze podcast. Kijk, ik zou willen zeggen, we kunnen niet zonder elkaar. En als je dat ook vraagt aan de professionals, dan zeggen ze ook, ja, jullie zijn superbelangrijk. Dat is wat ze zeggen. Ja. Alleen, we krijgen ook wel eens het idee dat ze ook wel hun eigen toko heel erg beschermen, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Business model. Ook zij willen scoren, zal ik maar zeggen. Ook zij moeten zich verantwoorden. Dus laat ik het zeggen, het zou wel iets kunnen verbeteren. Ja. Nou ja, bekend is natuurlijk wel dat als mensen echt in de schulden zitten en hulp krijgen... dat op het moment dat ze gewoon gecoacht worden... en niet alleen hun zaakjes weer op orde moeten zetten... dat die mensen langere tijd op volledig uit de schulden blijven... en geen terugval krijgen. Ja. Is er iets, Loes, dat jullie... Dat is belangrijk. Controleren jullie ook? Checken jullie naar... Of maak je afspraken dat je zegt van... nou, met een half jaar kom ik nog even kijken, mag dat? Of met een jaar of zo? Want... Ja, alles gaat in overleg met de persoon zelf. Ja, ja. En als de persoon dat op prijs stelt, dan doen we dat. En als die het niet op prijs stelt, doen we het niet. Nee. Stel dat wij een sprong in de tijd kunnen maken. We gaan nu 2-3 jaar zijn we verder en we kijken terug... Wat zijn dan de thema's waar Stichting Platform Armoedebestrijding Heergewaard werk aan heeft gemaakt? Wat hebben jullie voor ons in petto? Ik ga ervan uit dat we dan een veel hechtere samenwerking hebben met andere organisaties. En dat we daardoor samen sterker worden. Niet alleen van kijk wij eens. Maar meer van dit is wat, kijk ons, wij hebben dit met elkaar te bieden. Ja. Zou wel heel fijn zijn, hè? Want dat zou heel fijn zijn. Samen sta je sterk. Samenwerking. Ja, precies. Ja. En ben je ook makkelijker vindbaar? Kunnen mensen keuzes maken? Ja. Nou, dat is het ideaal, zeg maar. Ja, maar daar ben ik het helemaal eens met Loes. En het algemene doel zou ik willen zeggen, wij zijn geen drempel, maar een springplank. Ja. Dat zou eigenlijk het centrale thema moeten zijn. Hè? We zijn er met je, samen voor je, om je te helpen. Ja. En het is geen schaamte ding. Ik bedoel, het is gewoon zo. Nee, maar ga maar aan die kant staan. We gaan richting het eind toe. En ik wil even kijken, zijn er nog punten waarvan je zegt van... goh, dat had ik in ieder geval nog in deze uitzending willen noemen. Nou, even nog aanvullend op wat we daarnet zeiden. Het ideale plaatje zou zijn dat er een één loket idee zou zijn. Ja. Dus alle hulpvragen komen op één punt binnen en dan...
En dan wordt er gewoon, dan worden ze dus ondergebracht bij de organisatie die die hulpvrager het beste kan behandelen. Ja. Maar goed, dat is een ideale plaat. En ideale dingen bestaan geloof ik niet. Nee. Maar dat zou het moeten zijn. Je zou het kunnen benaderen. En dat zou wel heel mooi zijn. Precies. Natuurlijk. Ja. En het contact, is er een bepaald adres of een bepaalde manier om rechtstreeks in contact te komen met het platform Armoedebestrijding? Nee, iemand die echt contact wil hebben met het platform Armoedebestrijding kan me rechtstreeks benaderen. Dat staat op de website, het secretariaat staat daar genoemd, dus daar kunnen mij daar altijd in benaderen. En als het gaat om schuldhulpmaatje, dan moeten ze toch richting schuldhulpmaatje. Ja. En dat is ook vermeld op de website. Oké. Okay. Dat weet Henk uit zijn hoofd. Welke telefoonnummer daarbij dat weet ik allemaal uit mijn hoofd. Ja. Wil ik het noemen nu? Ja. Ja. Het telefoonnummer is 06-1168-0700. Je kunt bellen, maar je kunt ook WhatsAppen. Het e-mailadres is op dit moment nog shm.heerhugowaard@gmail.com. Maar onder schuldhulpmaatje.nl zijn we natuurlijk ook bereikbaar. En we zijn op Facebook en we zijn op Instagram allemaal bereikbaar. Dus, Eigenlijk heel, heel sociaal bezig al op de media. Ja. Zet je schroom opzij. Ja. Kom naar Loes of naar Henk, want dat is heel belangrijk. Je bent wel. En naar René. En wil je meer weten over het platform zelf? Dan gewoon even naar Google of naar Bing. En dan typ je een stichting platform Armoedebestrijding Heerhugowaard. En dan vind je ook de website. En alle mogelijke informatie. En kom je er echt niet uit? Nou, dan kun je nog ons altijd een e-mailtje sturen. Onze e-mailadres is overgeld@streekstadcentraal.nl. Nou, dat was het weer. We hebben nu een aardige groep mensen die ik graag wil bedanken. Loes, ik wil jou graag bedanken. Ook omdat je nu via de telefoon deelneemt. Nou, tot ziens, denk ik, hè? Ja, zie zeker. Okay. Ja. En Henk, ik wil jou heel graag bedanken voor het bijspringen. En ook jouw inbreng in deze aflevering. En René Schreuder, ik wil jou ook heel, heel erg graag bedanken. Jullie bedankt voor de mogelijkheid die we hebben gekregen om nog meer mensen te kunnen helpen. Ja, fijn. Ja. En Ria, het was weer een leuke aflevering. Ja. Ik verheug me op nog meer van dit soort van afleveringen. Beste luisteraar, ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En we zien graag jullie op- en aanmerkingen tegemoet. En graag tot de volgende keer. De podcastserie Over Geld is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en de afdeling Noord-Kennemerland van Humanitas.